Ik ben Klaske de Jonge en ik ben directeur Corporate Affairs en Strategy bij Vodafone. Het allergrootste risico voor Vodafone is natuurlijk dat ons netwerk plat gaat. Dat kan bijvoorbeeld door brand ontstaan of door overstromingen. Mijn naam is Gerco Lindhorst, ik ben directeur van Combi Terminal Twente in Hengelo. Nou, Hengelo ligt aan het Twentekanaal. Twentekanaal is een doodlopend kanaal. Er zit daar natuurlijk wel een risico in dat zo'n kanaal een keer afgesloten wordt. Ik denk toch dat de risico's zeer snel en goed op te pakken zijn middels andere modaliteiten via de weg of via het spoor. Goedemiddag. Klaske, welkom bij CDT. Ja. Ik ga dadelijk op drie punten letten. De bereikbaarheid. Is het gemakkelijk voor de vrachtwagens om het terrein op te komen? Maar is het ook makkelijk bijvoorbeeld voor onbevoegden om dat te doen? En de milieu- en de veiligheidsaspecten rondom de containers. En ten derde is het de veiligheid van de mensen die met het laden en lossen te maken hebben. Hier zie je dus een access key kunnen ze daarin plaatsen. Dus van een ding kunnen ze daarin plaatsen, een kaartje. Op dat kaartje staat een imprint van hun hand. Er komt nog een handscan kunnen ze laten doen. Hoi Gerco. Hey, Paul. Welkom bij Vodafone, welkom bij Maastricht. We zijn hier bij Vodafone. We proberen te verzekeren risico's een beetje in beeld te brengen. De grootste zaken zullen zijn uitvallen van het netwerkbeheer, de bewaking. Natuurlijk ook een stukje service richting de klanten. Hier bewaken wij het Vodafone-netwerk. Als je ziet, zie je twee engines zitten achter een soort van wand van een schermen. Een soort van brandweercentrale. Ja. En rond de klok, dus 24/7, drie ploegendiensten. Als ik zie wat de bewaking van het netwerk hier is, in vergelijking met ons IT-netwerk, kunnen wij daar nog wel een stukje van leren. Kerstmis, oud en nieuw, de bekende festiviteit, als wij vrij zouden kunnen hebben, zitten zij hier te werken. Maar er zitten ook sensoren in? Ja, er zitten sensoren in. Dus als we straks tussen de kranen door gaan lopen, dan begint het te piepen. En dan stopt hij ook eventjes de kraan. Ik vond de veiligheid op het terrein erg goed geregeld. Het terrein zag er heel geordend, netjes, goed uitgelijnd, duidelijk gedimensioneerd uit. Komen er nou wel eens containers in die er eigenlijk niet horen, of is die kans heel klein? Het kan uiteraard altijd, hè? Maar als het twee keer per jaar gebeurt, is het veel. Dus het gebeurt praktisch niet? Het gebeurt praktisch niet, nee. Al die containers die maar heen en weer geplaatst wordt met een ogenschijnlijk gemak en souplesse, dat vond ik heel erg indrukwekkend. 15 locaties in Nederland zijn op de daken een soort van mobiele telefoon op een dak, zou ik kunnen zeggen. Ja. Met dat systeem voeren wij ongeveer 300 testen uit, 300 verschillende testen die een klant kan uitvoeren. Ze kunnen op ieder detailniveau kunnen ze zien wat er gebeurt. SMS-instoring, voicemail-instoring. Een lampje is lukt, dan zie je, dan verkleurt het en dan gaat het van groen naar geel, oranje en uiteindelijk wordt het paars en dat is niet goed. Oké, dat zie ik bovenaf. Ja, precies. Dus we hebben nu wat voicemail-problemen. Inderdaad, heel goed. Een gladde vloer is ook een risico, hè? Dat is waar. Maar een van de minst grote risico's hier, denk ik. Mijn risico top 3 is ten eerste de fysieke bereikbaarheid van de terminalvlakte. Dus de bereikbaarheid over het water en over de weg en over het spoor. Het tweede is toch alle veiligheidseisen rondom de container. Wat voor materialen zitten erin? Moet die wel of niet ontgast worden? Worden er gevaarlijke stoffen in getransporteerd of niet? En de derde is de veiligheid op de werkvloer zelf. Hè. Er rijden veel vrachtwagens langs. De containers zijn natuurlijk heel zwaar. Het voorkomen van persoonlijke ongelukken. Hoe langer of het duurt voordat je een fout constateert, des te groter de gevolgen zijn. De voicemail die niet meer werkt, masten die uitvallen, gedeeltes van Nederland die uitvallen, de weersvoorspelling in de gaten houden, et cetera. Het tweede risico is het uitvallen van een mast. Dat kan hier geconstateerd worden, maar wat wordt eraan gedaan dat zo'n mast niet uitvalt? Het grootste risico hebben ze hier natuurlijk meegemaakt. Dat is het uitvallen van een complete centrale, waardoor delen van Nederland gewoon zonder netwerk zitten. Nou, dat kost gewoon ontzettend veel geld in het bedrijfsleven, bij de overheden, politie, brandweer. Het kan zelfs zover gaan dat het mensenlevens gaat kosten.
En ik vind dat alles op alles gedaan moet worden om zoiets te voorkomen. Dat is voor mij echt het grootste risico wat hier kan gebeuren.